Ja, goedenavond, vrienden, kameraden, socialisten. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat ik hier vandaag toch ook even uit de doeken doe hoe de toekomst van onze partij er gaat uitzien. Zoals u waarschijnlijk weet, trek ik op dit ogenblik officieel niet meer aan de touwtjes van de SPA, maar achter de schermen ben ik nog altijd de baas. Goede vrienden, de SPA gaat een gouden tijdperk tegemoet. Een tijdperk dat in de annalen van onze partij gaat beschreven staan als het tijdperk van de Lanotte. En eigenlijk is ons actieplan zeer eenvoudig. 1. De SPA moet opnieuw de partij worden van de kleine man. De SPA moet opnieuw de partij worden van de gewone mensen. Er komen geen universitairen meer binnen. Behalve rechtstreeks als minister. 2. Het moet gedaan zijn met al dat gezever over voetbal. Voortaan is basket de sport van de socialisten. Voortaan is basket de sport van de kleine man. En drie. Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat mijn persoonlijk belang ondergeschikt is aan het belang van de partij. Het belang van de partij is ondergeschikt aan het belang van het land. En het belang van het land is ondergeschikt aan het belang van Oostende. En voor wie er zou aan twijfelen, mijn persoonlijk belang valt natuurlijk samen met het belang van Oostende. Dat er mensen zijn die mij niet goed begrijpen, dat is geen schande. Ik weet dat er problemen zijn met mijn uitspraak. Maar wordt dan gewerkt? Er wordt dan gewerkt. Ik volg nu uitspraakles bij dezelfde persoon die meneer De Rupo Nederlands heeft geleerd. En zolang gij daarvan de vruchten niet gaat horen, gaat gij moeten leren mij te begrijpen door gewoon goed te luisteren. Lukt het niet? Wacht, ik ga het uitleggen. Neem het verschil tussen het woordje gaas en het woordje gaas. Niet hoort? Gaas en gaas. Ik ga het uitleggen. Rond een asielcentrum. Spant men een gaas. Iemand die bang is van dat asielcentrum is een angstgaas. Nee, nog altijd niet. Wacht, ik ga een ander voorbeeld nemen. Een politiek voorbeeld. Stemmen is altijd een kwestie van het juiste gokje. Begint te komen. Alleen nog een laatste voorbeeld. Als ik zeg dat ik de gulp van Elio Di Rupo nodig heb, dan moet je daar niks vulgairs achter zoeken. Het enige dat ik daarmee wil zeggen is dat ik wil dat Di Rupo achter mij staat. Nou, ik had wel gedacht dat je dat zo begrepen hebben. Maar goed, ik denk dat het daarmee duidelijk is hoe we van onze partij opnieuw een grote partij gaan maken. Een partij waar het goed toeven is. Een partij waar ieders mening telt. En onthou mijn slogan, uiteindelijk beslist Johan. Ik dank u.